In Kloosterzande werd vandaag een nieuwe windhaan geplaatst op de Heilige Martinuskerk. De 61 meter hoge kerktoren uit 1871 staat al lange tijd in de stijgers vanwege een grondige restauratie. Het terugplaatsen van de windhaan, afkomstig uit de werkplaats van koperslager Jobse uit Middelburg, markeerde letterlijk het hoogtepunt van die restauratie.